Wat is er? Mick, of niet? Misschien. Ja, vertel. Hij... We waren in het bos en hij wilde me zoenen. Wat? Hebben jullie... Nee. Maar je vindt hem toch zo leuk? Ja, ik vind hem heel leuk. Maar ik weet niet of hij mij leuk vindt. Maar echt leuk, bedoel ik. Ik wil niet dat hij me zoent omdat ik alles voor hem doe. Dat het alleen maar voor één keertje is. Hé, we zouden elkaar altijd alles vertellen, toch? Pinky swear. Toch? Weet je, je moet geen hoop hebben. Niet bij Mick. Hij heeft je nu gewoon even nodig. Maar straks misschien niet meer. Ik bedoel, hij wilde jou ook niet echt meenemen naar zijn vader, toch? Mick. Mick. Je snurkt. Oh. Mick. Kappen. Oh. 500 push-ups. Wat? Nink? Nienke. Nee, ik kan niet slapen van de honger van dat gebonk. Hoor je dat? Zagen? Wie is aan het zagen? Wat ga je doen? Hé, hey, kap eens met die onzin. Ik wil tukken. Hé. Hey. Kappen nou. Waarom maak je me wakker? Je snurkt. Wat is dat in godsnaam? Weet je niet. Ab, haal op. Ik heb echt geen zin in die stomme geintjes van je. Welke stomme geintjes, man? Wat praat je nou? Wat is dat geluid? Ja. Haha. Hé, hey, Jeroen, laat me slapen, oké? Hou gewoon je mond. Hé, ik ben het toch? Oh, ik schrok me dood. Ik bestierf het echt aan angst. Wat was het? Ja, ik kon niet zo goed zien, maar Victor is iets aan het bouwen. Victor? Ja. Midden in de nacht iets aan het bouwen. Oef, ik heb zo'n honger. Ik wil een boterham. Nee, Victor staat boven aan de trap. Stil, stil is. Is het helemaal gek geworden? Er liggen hier mensen te slapen. Wat is dit? Dat zorgt ervoor dat jullie niet meer met mijn zaken kunnen bemoeien. Maar ik heb honger. Dat is dan jammer voor je. Victor, mag ik alsjeblieft één boterhammetje? Ja, natuurlijk. Morgenochtend, bij het ontbijt. Wat is dit? Fabian, we kunnen niet meer naar beneden. Wat doet dat hek hier? Kijk. Victor, dit kun je niet maken. Hey, het is hier geen gevangenis, Victor. Niet doen, wacht. Kijk dan! Sloten! Die man wordt met de dag gestoorder! Dit slaat helemaal nergens op dit. Kijk, kijk, kijk! Wat een idioot gedoe. Ik wist niet dat ik ooit kon verlangen naar een boterham met pindakaas. De wonderen zijn de wereld nog niet aan met jou. En wat is dit? Ja, leuk hè? Zit s'nachts op slot. En jullie hangen zulke grote sloten aan de deur. Ja, ik heb het gezien, ja. Victor gaat met ons experimenteren. Ik voel het. Een hek voor de trap, dat is toch van de gekken? Het wordt alleen maar erger, kijk! Mens is das einzige Geschöpf, das er zorgen werden muss. Wat is dit voor onzin? Uitspraak van Kant over opvoeden. Daar gaat het toch niet om? We mogen er niet in. Wat? Ik sterf echt bijna van de honger. Kun je lezen? Ontbijt tussen 6:30 en 7:30. Ik moet erin. Ja, krijg je van die domme geintjes van jullie? Welke domme geintjes?
Doordat jullie die zwerver hebben geregeld, mogen we nou niet ontbijten en mogen we vanaf 7 uur 's avonds niet meer in de woonkamer komen. Dit is belachelijk. Ja, en jullie schuld. Oh ja? Had jij nou liever iemand uit de gevangenis hier gehad? Zoals jullie zien zijn jullie te laat voor het ontbijt. Je kunt ons niet zomaar wegsturen. En dan dat hek. Pas als jullie zijn opgevoed en mij niet meer tegenwerken, verwijder ik het hekwerk. Geven. Ja, als je op tijd komt. Ja. Oh, Oké, als het iemand schuld is, dan is het die van Victor. Jullie zijn al de killer. Hey, we moeten één front vormen. Anders kunnen we nooit tegen hem op. Mick. Eén front met een stel prutsers. Ik kijk wel uit. Mara. Hey, ik weet dat we vanmorgen niet veel tijd hebben gehad. Maar zullen we vanmiddag gaan trainen? Is goed. Oké. En mijn nieuwe schema, is het al af? Ja. Zullen we die volgende week gebruiken? Wat jij wil. Hey, Mara. Je gelooft toch nog wel in me? Zonder jou red ik het niet. Goed u te zien, meneer Zedenberg. Alles onder controle hier, Van Swieten. Kom niet beter, kom niet beter. Kan ik iets voor je inschenken? Kopje koffie, klein neutje misschien. Oh, daar is het een beetje vroeg voor, vind ik. Ja, ik heb geen flauw idee in welke tijdzone en wereldreiziger als u zich bevindt. Koffie? Een kleine sandwich? Nee, ik heb niet zoveel tijd. Kunnen we dit snel afhandelen? Die oude van jou, die ging net naar binnen bij Van Swieten. Oh ja? Ja. Die heeft iets met ouder bestuurd. Die vader heeft geld, jongen. Die is binnen. Alsjeblieft. Dank. Voor die prijs houdt u mijn zoon toch een beetje in de gaten, hè? Oh, vanzelfsprekend. Do ut des, meneer Zedenberg. Do ut des. Dat ook, ja. Plakt dat niet? Een beetje. Hey, hoe was Joyce? Joyce? Joyce was heel erg leuk. Ik denk dat jij haar ook wel leuk zou vinden. Maakte zij zich ook zo op? Ja. Gaat het? Ik heb honger. Oh. Ik ook. Schuiken. Hey, plakt het, plakt het, plakt het! Kom binnen. Als jullie even in een kring willen gaan staan. Jo. Alles goed met jullie? Ja hoor, uitstekend. Nee, niet zo dichtbij, je stinkt. Hij heeft gelijk, mees. Ik stink. Oké, goed dan. Zoals jullie weten hebben we elk jaar een toneelstuk. Na lang wikken en wegen ben ik op het volgende thema gekomen. En dat is... Egypte. Precies, Egypte is het thema. Leuk, dan maak ik er zo'n groot stuk van met lekker veel actie. Ja, en een woestijn met paarden. Volgens mij hebben we geen budget voor paarden. Nou, anders zo'n zombie-horrorverhaal met zo'n vent die dan naar een prinsesje gaat die in zo'n kist... God op Engert, geen horrorverhaal. Nou, wat dan wel? Een liefdesverhaal. Nee, nou, geen gekus en gekleppen mee. Niet zo'n 30 minuten verhaal, maar echt een heel... Jongens. Volgens mij is dat al lang bepaald. Het wordt een muziekstuk, een musical. Liedjes? Dat is oké, maar niet van die suffe, toch? Laat het nou even uitleggen. Kan je boeken lenen. Hè? Is dik, hè? Is wat anders dan die suffe modeblaadjes. Dat is het echtpaar Winsbrugge Hennegouwen. Oorspronkelijke bewoners. Velen hebben er onderzoek naar gedaan. Zoals Carter, Winsbrugge Hennegouwen. Winsbrugge Hennegouwen? Je vliegt eruit. Hij wil een gevangenisbewaarster inhuren? Nee, dat meen je niet. Jij kan Victor toch zo goed imiteren? Victor Emmanuel Rodemaar. Oh jee. Ik kom voor het schoonmaakklussie. Nu zitten jullie goed in de nesten. Laat me eruit! Als jullie zijn opgevoed en mij niet meer tegenwerken, verwijder ik het hekwerk. Je moet ons eten geven. Ja, als je op tijd komt. In een duister vervenleden vond een man een oude schat. Aan zijn dochter Sarah zei hij waar hij die verborgen had. Schreef ze op in raadsels, dus wie sluw en listig is. Zo ontdekken deze schat, ligt hier in het huis Anubis. 1 mysterie, 1000 vragen, dit is het huis Anubis. Meer geheimen, alle dagen, dit is het huis Anubis. God is dapper en ontrafeld in geschiedenis. Amber, hey, jongens, geef haar een beetje ruimte. Wow, oh. Oh, gaat het weer? Wat is er? Ik ben een beetje dizzy. Wat is er?
Wat we onder andere willen doen is de buitenkant van het dramalokaal in de oorspronkelijke staal terugbrengen. Oh, die zijn druk bezig met de musical. Hé, hey, sta daar eens zo, haal een dokter. Wat is hier aan de hand? Je arm is flauwgevallen, ze heeft al 3 dagen niks gegeten. Mick, pak even wat chocola. Ja. Geef maar. Anorexia, al die kids die zijn in de lijn. Wat zeg je nu? Is allemaal Victor zijn schuld. Mick. Mick heeft wel gelijk. Ja, hoezo Victor zijn schuld? Ja, sinds Trudy ontslagen is, lijkt het bij ons thuis wel een gevangenis. En waar is Victor dan nu? Ja, waarschijnlijk in de kelder. Aan het broeden op nog meer sadistische plannetjes. Ik krijg gewoon niks normaals te eten. En gisteravond zijn er allemaal hekken geplaatst. We zitten als beesten in een kooi. Ja. Kinderen kunnen toch zo overdrijven. Wat? Pa, je moet ons geloven. Ja, natuurlijk. Misschien moeten we een kijkje gaan nemen. Ja, ja, natuurlijk. Ik bel even dat we eraan... Dat hoeft niet, we gaan meteen. Kom op. Altijd wat. Ja, ja, ja. Komt het gelegen? Eigenlijk. We zijn zo weer weg. Mijn vliegtuig vertrekt binnen 2 uur, dus... Kijk, dit is wat we bedoelen. Hij sluit ons gewoon op in een strafkamp. Waar dient dit voor, Victor? Kinderen moeten hun grenzen kennen en ik wil niet dat er iedere nacht nog door het huis geslopen wordt. En als er 's avonds brand uitbreekt? Ja, dat hek moet weg. Victor, ik betaal een aanzienlijke som voor de goede zorg van mijn zoon. En het lijkt hier meer een varkensstal. Oh, het lijkt erger dan het is. Victor, ben jij niet heel hard bezig met het zoeken naar vervanging voor... Ik heb het ene sollicitatiegesprek na het andere. Er zijn zoveel gegadigden. Maar ik wil natuurlijk het beste voor de kinderen. Dat... Ja. Je mag ze allemaal afbellen. Ik wil dat iemand hier een oogje in het zeil houdt. Iemand van mijn eigen personeel. Ja. Wat? Nee, dat is... Ja, Rosie! Ja, na jouw lovende kritiek en, lijkt ze me hier werkelijk onmisbaar. Meneer Zinnenburg, dat mens is incapabel. Dit is voor de dramalokalen en de musical. Mick, jongen, ik moet er vandoor. Ja, bedankt, pa, voor alles. Op... Ja, het was fijn om je nog eens te zien, jongen. Ja. Succes met de beurs. Ja, en snel, anders mis je vlucht. Zet hem op. Ja. Zinnenburg, waar zit je? Applaus voor Trudy. Ja. Denk maar niet dat ik vergeten ben, hoor. Dat dankzij jou Trudy ooit ontslagen is. Nee, kom. Geen ruzie maken. Alles is vergeven en vergeten. Kijk, is het precies een bende hongerige wolven. Oh, het is lekker. Mara, jij eet niks. Wat jij doet, ik pak wel. Lekker. Jongens, heeft iemand de mayonaise? Alsjeblieft! Ja, jongens, nee, het is gedaan. Als je niet rustig aan tafel eet, dan gaat iedereen onmiddellijk naar boven. Nee, rustig aan tafel of anders iedereen naar boven. Oké. Trudy, ik ben heel blij dat je weer bent. Kom eens bij mij, kom. Mijn Mara die geen frietjes eet, dan is het wel serieus. Jij moet een beetje meer voor jezelf opkomen. Jij bent veel te goed voor deze weer. En kom. Ik neem maar lekkere frietjes. Kom, veel eten. Eet smakelijk allemaal. Abby, stop. Jeroen. Hey, kappen. Wat draag je, man? Waar zijn Abby en Mick? Ja, niet iedereen gaat voor zijn lol naar de bibliotheek. Het is de bedoeling dat we inspiratie opdoen voor de musical. Oeh ja, die suffe musical. Ja, kinderafdeling is daar. Ga maar vast. Zullen wij? Ja, jullie daar? Okay. Ja, is goed. Oh, kijk hier. Wat? Overzicht. Hier. Ja. Dit is nou een bibliotheek. Hier kan je boeken lenen. Kijk. Dat is dik, hè? Dat is wat anders dan die suffe modeblaadjes. Oh, en Jeroen. Je stinkt een beetje uit je mond. Wat zoek je nou precies? Iets over Egypte. Ja. En archeologenfamilies. Oké. Okay. Wow. Moet je kijken. Van conflict tot verzoening. Leuk. Wordt een gezellig musical. Jeroen, kom terug. En laat me met rust. Shh. Bibliotheek. Dit kan toch niet? Dat is dat meisje van het medaillon. Ja. Jongens, de les is begonnen. Ja. Aandacht en adoratie. Oké. We gaan vandaag beginnen met een mondelinge overhoring. Nee. Wat is de imperatief van het werkwoord plaire? Mara. Waarom ik altijd?
Heb je het niet geleerd? Nou, we gaan het toch proberen. Er is vast wel iets van de les blijven hangen. Deze les is zo saai dat ik er bijna van in slaap val. Mara! Goed, als het zo moet, dan ga je er maar uit. Fabian. Ja. De imperatief van plaire. Plaisant, plaisir. 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 Dankjewel. Hey. Hey. Bizar, hè, die foto in het boek. Ja, heel bizar. Denk je dat het meisje nog leeft? Ik weet niet. Kan. De enige die dat waarschijnlijk weet, is die oude vrouw in het tehuis. Wow. Hey, hebben jullie Mara gezien? Nee. Misschien buiten? Oké, bedankt. Hey, hier ben je. Ik loop je overal te zoeken. Oh, echt? Doe even normaal. Sinds wanneer rook jij? Sinds wanneer kan het jou wat schelen? Ik kan niet lezen wat er op de pakjes staat. Mick, bemoei je met je eigen zaken. Ik ben mijn vader niet. Waarom? Lien, mag ik hem nog niet? Ja. Oké, dan gaan we naar haar toe. Ik hoop gewoon dat ze niet zo warrig is. Pas op voor de zwarte vogel. Pas op voor de zon, hè. Stoer, hoor. Heel erg stoer. Als je iets van jezelf wil bewijzen, dan moet je dat vooral doen. Stoer. Je lijkt alsof je spook hebt gezien. Nien, je wil niet weten wat er in het boek staat. Waarom is deze spoedvergadering? Ik heb dit fotoalbum gevonden. Kijk, Sarah. Wat? Sarah? Ja. Maar was zij dan dat in onze... Hey, sorry, maar kan iemand dit even vertalen? Nien en ik zijn langs gegaan bij de oude vrouw van het medaillon. En ik heb dit fotoboek in haar kamer gevonden. Ja, dus? Hè? Dan is dat dus dezelfde vrouw als van de rollen en van het medaillon en van het schilderij van het zolder. Waar is meer? Kijk. Huh? Victor? Victor? Nee, dit kan niet. Hoek. En hier. 1933. Dit kan niet. Hij is geen spat veranderd. Wijs is rond. Ja, deze foto is uit 1933. Sinds hij hier ongeveer 60. Dat betekent dat hij dus nu... Ja, 130 is. Eén positief puntje. Hij is er niet lelijker op geworden. Hey, maar een foto, is dit nou wel echt bewijs? Misschien is het wel gefotoshopt. In 1933 waren ze niet zo goed met fototrucage. Oh. En bovendien, waarom zouden ze? Jongens, we hebben nu drievoudig bewijs. 1. Sarah heeft het op de wasserol over een engelman in de kelder die beesten opzet. En die een creepy raaf heeft. Precies. 2. We horen Victor stem op de wasserol. 3. We hebben hem hier op de foto. Ja, maar we hebben nog geen levenselixer. Klopt. Het ultieme bewijs ontbreekt. Moeten we dan niet terug naar de kelder? Ja, maar niet meteen. Victor verdenkt nu alles en iedereen. We moeten ons even gedijst houden. Inderdaad, wat we nu in het vervolg gaan doen, mogen niet opvallen. Nee, we moeten echt proberen ons niet te veel te isoleren van de rest van de groep. Dat is veel te verdacht. Wij zijn de enigen die dit weten. Ik wil graag dat het zo blijft. Ik wil dat niemand zich verspreekt. Ja. Wat? Wat zijn jullie vroeg? Stoor ik? Nee hoor, we waren al bezig met voorbereiding voor de nieuwsprogramma. Ja, ik hoor het al. Echt theaterbloed in je aderen. Ja. Ja. Joehoe!
Het huis had geld. Oh. Is het weer zover? Nou. Moeten ze weer honger lijden? Dankjewel. Nog speciale wensen? Nee. Oh, Victor, ik ben zo blij dat ik weer terug ben. Mijn wraak zal zoet zijn, Corvus. Zoet als ambrozijn. Ik hoop dat iedereen wat ideeën heeft kunnen opdoen voor de musical. Want jullie krijgen maar 1 week de tijd om het uit te werken en in te leveren. Het beste idee wordt dan de musical van dit jaar. Ja, vergeet al die prutsideeën. Ons idee wint toch. Met alleen een idee kom je er niet. Kun je het ook schrijven? Nienke kan goed schrijven. Hoezo? Heb je ooit iets van mij dan... Ik denk het gewoon. Jou toch een dagboek bij? Betekent dat niet dat ze kan schrijven? Ik heb er soms stiekem mee gelezen. Tuurlijk niet. Ik vind er gewoon een type voor. Mick, heb je al wat? Ja, ik dacht als thema surfen en de zee. De golf naar de vrijheid. Mooie titel. Ik ben benieuwd. Ja, klinkt surf. Hey. Beter dan zo'n horrorverhaal, alsof daar iemand op zit te wachten. Jongens, jongens, hebben jullie ooit gehoord van samenwerken? Huh? Wat? Ja. Mara, heb je al iets gevonden? Ideeën? Ik hou niet van musicals. Ik haat musicals. Nou, dan is het misschien juist een uitdaging om één te schrijven die wel leuk is, toch? Ja, ik vind het nog kinderachtig gedoe, hoor. Hoor je dit niet op de lagere school te doen? Van Zwiet, hè? Victor hier. Ah, Victor, wat is er aan de hand? Ze hebben het nu echt te bont gemaakt. Geen respect, zeg ik u. We hebben het hier over een erfstuk uit mijn familie. Corvus? Zomaar in het niets verdwenen. Nou, ik weet zeker dat zij erachter zitten. Als je gelijk hebt, Amitje, is dit een ernstige zaak. Zeer ernstig. Het blijft dus niet bij een grote mond alleen. Nee, dit is een brute aanslag op mij als persoon. Oh, rustig, Amitje. Ik zal passende maatregelen treffen. Ik zal meteen stappen ondernemen. Ik wil dit tot op de bodem uitgezocht hebben. Fijn dat u me begrijpt. Anubis omnia vinkit. Anubis omnia vinkit. Juist niet. Zo, Corvus. Moeten we voor jou een tijdelijk onderduik adresje zoeken? Hou er wel even rekening mee bij het schrijven van de musical. Dat het bestaat uit 2 delen. Sorry, Jason. Ik moet je les onderbreken. Mogelijk is er een dief onder ons. Iemand heeft de...